We gaan terug naar het thema van onze conferentiedag. We zijn hier geroepen om een zegen te zijn. En vanmorgen hebben we gehoord van broeder Gabriël, hoe kan je licht zijn in deze wereld? En het thema waar ik het vanmiddag over heb is, u bent het zout der aarde. En dat is, u kan ik zeggen, maar ik kan zeggen, jullie zijn het zout der aarde. En daar hoor ik dan bij, ja, dan ga ik daar ook weer zitten. Dus ik praat niet van mij af, maar ik praat net zo goed naar mezelf. Een stukje samenvatting wat we mag verlangen, wat u van mij mag horen. Als Jezus zijn, dat zijn de woorden van Jezus zelf. Jullie zijn het zout der aarde. Waar heeft hij het dan eigenlijk over? Hij heeft het dan over ons gedrag. Hij heeft het over ons karakter. En we leven in deze door zonde vervloekte wereld. En daarin zegt hij, jullie moeten anders zijn. Anders dan je omgeving. Dat betekent niet dat je weirdo's moet worden, maar wel anders dan de rest van de wereld. We lezen maar wat Jezus erover zegt in Matteüs 5, vers 13. Ik lees het u voor. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarom zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Het is een lastige tekst, want het gaat over wat je moet zijn. Maar het gaat meer erover als je dat niet doet, wat er dan met je gaat gebeuren. Nou, we gaan straks zien met elkaar, hoe zorg je er nou voor dat je het blijft? Dat je daadwerkelijk het zout kan zijn. En ook wat het betekent als je het niet bent. En de weg terug. Ik wil eerst even kort stilstaan bij zout zelf. Want het leuke is, we kennen het allemaal. Het is niet zoiets als uranium 235 of uranium 238. Dat je denkt van, waar zit dat in? Nou, in atoombommen. Maar dit is, kennen we allemaal. Door de jaren heen is zout wel van ander belang geworden. Dus laat ik maar simpelweg zeggen, het was een kostbaar product in de oudheid. Het was zo belangrijk dat handelaren bereid waren de 100 kilometer voor te reizen, dat was dus weken reizen, om zout te kopen en te verkopen. Sterker nog, meer dan 2000 jaar de soldij van soldaten, dus hun loon, werd betaald in zout. Daar komt het woord zout, salaris vanaf. Dus in die zin is zout een heel belangrijk iets geweest, behalve dat we het in de keuken gebruiken tegenwoordig. En zoutwinning was soms gevaarlijk. Dat is een van de mijnen die u daar ziet. Dat waren zoutmijnen. En waarom is dat gevaarlijk? Je moet er wel aan denken. Dat werd alles met pikhouweel en hamers en bijtels. En zout heeft, als je daar constant in werkt, een slecht effect op je. Het vreet gewoon aan je lijf, laten we het maar zo zeggen. Corrosief is een mooi woord. Maar zeezout heb je ook. Dit is een plaatje van het eilandje Île de Noirmoutier. Dat ligt aan de westkust van Frankrijk. Angelique en ik waren een paar jaar geleden. En daar kan je dat Noirmoutier zout kopen. We hebben het nog steeds thuis, overigens. Je kan het in een hele pakje kopen. Maar in Nederland wordt het gewoon gewonnen op een hele makkelijke manier. Dat zijn die kleine tentjes. Voor degenen die wel eens in Twente geweest zijn. Dan staan ze gewoon in het land. Die kleine tentjes. Dat zijn geen tentjes hoor. Daar zitten pompinstallaties onder. En die pompen water diep in de grote grotten van zout. Pompen zo de pekel omhoog en zo krijg je het zout uit de grond. Op een hele simpele manier. Zout is in Nederland dus echt goedkoop omdat het heel makkelijk te winnen is. Nou, dat heeft u ongeveer het zout een beetje door de jaren heen, als u dat mag zien. Het zout heeft allerlei eigenschappen. Ik noem er maar een paar zo op. Hè. Maar wij weten dat natrium bestaat uit de chemische samenstelling natriumchloride. Dat is zout. Waarbij natrium de positief geladen kant is en chloride de negatieve kant. En samen vormen ze het zoutkristal. Nou, u kent het gebruik van zout wel het makkelijkst uit de keuken. Als smaakmaker of smaakversterker. En in die zin spreekt Jezus er ook over. Als smaakmaker en smaakversterker. Maar we kennen het in Nederland ook als het glad is, gaan we pekelen. De gladheidsbestrijding die gooit zout op het water, op het land. Maar we kunnen het ook als houdbaar maken. Zoute bonen, pekelvlees. Maar wat denkt u ook als vierde als geneesmiddel? Dat betekent vooral mensen met huidziekten. Doet het wonder in. Als ze de dode zeebaden doen met al die mineralen, schijnt het goed te zijn. Nou, economisch is een ander iets. Dat is een beetje mijn vak ook wel, dus dat vind ik altijd leuk om te melden. Maar tegenwoordig heb je als je een liter benzine
tankt, dan rij ik elektrisch, dus ik weet niet wat het kost tegenwoordig, maar laat het ongeveer 2 euro zijn, is de helft van belasting, is accijns en btw. In de middeleeuwen hieven ze ook belasting over zout. Dan denkt hij, nou, was dat dan veel of weinig? Maar goed, het was in ieder geval zout. We komen er straks wel meer op hoeveel het echt was. Ze moesten dat, omdat de belasting overgeven, het gingen ze het verstoppen. In de middeleeuwen hadden ze geen centrale verwarming. Het was een beetje een houtvuurtje. Het waren vochtige huizen. Dus als je zout wilde bewaren, moest je dat doen bij het vuur. Maar ja, dat wisten de belastinginspecteurs ook. Dus je liep als eerste naar het vuur waar het zout stond. Maar dan hadden ze wel op bedacht. Ze hadden een speciale stoel gemaakt met een geheim vak. En daar werd het zout in bewaard. En daar ging de meid dan op zitten. Ja, sorry, zo zeiden ze het echt. De meid zat erop. En die meid bleef zitten. En waarom bleef ze zitten? Want als de inspecteur kwam, zei ze, ik ben er met periodes. En dan mocht ze blijven zitten. Het zout werd niet gevonden. Nou, zo ging dat in die tijd aan belastingontduiking. Op die manier ging het echt zo. Even naar het accijns. Nederlanders zijn er goed in. In de 19e eeuw was het accijns op een kilo zout was 9 cent per kilo. Ik dacht, nou, was nog 9 cent per kilo. De groothandelsprijs in België was 3 cent per kilo. Dus u begrijpt dat er wat gesmokkeld werd. Want als het in één land goedkoper was dan het andere, werd er heel veel gesmokkeld. Nou, in die tijd gebruikte een arbeidersgezin ongeveer een halve kilo zout. Dus het loonde de moeite om daar wat in te steggelen. Nou, dat zijn de paar eigenschappen van zout. We komen over een paar nog zo terug. Terug naar de geestelijke strekking. Maar waarom we wat langer gaan stilstaan? Als je de eigenschappen van zout begrijpt in de letterlijke zin, kan je de geestelijke zin wat makkelijker duiden. Jezus spreekt tot zijn discipelen dat ze een grote waarde zijn en betrouwbaar zijn. Dat is een mooie uitspraak. Als je betrouwbaar wordt gezien, toegewijd, loyaal, serieus, eerlijk. Je moet je voorstellen dat zo Jezus met ons zou spreken. He, dat is een persoon die toch door anderen wordt gevolgd. Als je loyaal, betrouwbaar en waarde hebt. Dus dan ben je een soort rolmodel voor deze wereld. Dan zou je daadwerkelijk door een ander gezegd worden, jij bent het zout der aarde. Het is tegen mij in mijn afgelopen leven nog nooit gezegd. Dat iemand tegen mij kwam, jij bent het zout der aarde. Jezus zegt het wel erover. Maar goed, daar zout maar even dan een paar andere eigenschappen. Dat smaakmaker, bij mij is het helaas ook zo. Voor degene die vanmiddag mij hebben salade hebben zien eten, daar zat geen zout op, dus ik heb er mijn zout op gedaan. En dat vond ik gewoon lekker. Ik heb een wat verhoogde bloeddruk, dat is helemaal niet goed. Maar smaak overwint in heel veel dingen. Maar er gaat nog iets anders bij. Als we dan een rolmodel willen zijn, een voorbeeld willen zijn, dan betekent ook dat we navolgers moeten worden. En een navolger heet in het Oude Testament heet dat een discipel. Dus als Jezus tegen ons zegt, jullie zijn het zout der aarde, dan bedoelt hij weer ons gedrag, ons karakter, hoe we in deze zondige wereld leven. En hij doet een oproep dat we anders moeten zijn. Want als christen is ons karakter net als zout. En ons gedrag is net als zout. Maar we zijn niet zoals deze wereld. Dat hoop ik in ieder geval. We genieten niet van de wereld zoals de wereld ervan geniet. Sterker nog, als je dat zou doen, dan ben je niet het zout, maar ben je gewoon de wereld. Maar als je nou goed nadenkt, denk ik, wat zou ik het fijn vinden als Jezus hier naar zou binnenkomen en die zegt, ja, jullie zijn mijn zout van deze aarde. Dat betekent dat we navolgers van Jezus zijn en dat we daadwerkelijk door hem vertrouwd worden om zo behandeld te worden. Hoe zegt Jezus dat nou zelf als we navolgers zijn? Dat zegt hij in Johannes 8 vers 31. En dan zegt hij, als jullie in mijn woord blijven, dan zijn jullie inderdaad mijn discipelen. Dus mijn navolgers. Andere eigenschap van zout is kracht. Nou denken we bij mannen meestal met kracht aan bicepsen of een andere tricepsen. Maar kracht betekent ook dat je daadwerkelijk dingen voor elkaar kan krijgen. Het is mooi dat Jezus ons zo aanvaardt dat wij denken, ik vertrouw het mijn gemeente toe, want die heeft kracht. Niet uit zichzelf, maar ik geef het hem. Dan moet je nadenken over de kracht van zout. Bijvoorbeeld die helende krachten, met de elementen natrium en chloride. Denkt u na over de antiseptische mogelijkheden. Dat betekent dus dat de dingen schoon worden met zout.
of kiemdodende eigenschappen. Maar geloof het niet, als je nou naar het geloof gaat kijken, naar de ongelovigen. Mijn stelling is dat ongelovigen op deze aarde alleen maar kunnen leven omdat er gelovigen zijn. Denk maar even terug aan Sodom en Gomorra. Weet u nog dat Abraham onderhandelde met Jezus over wanneer Jezus het niet zou vernietigd worden? Hij kwam tot het laatste, als er 10 rechtvaardigen zouden zijn, dan zou God Sodom en Gomorra niet vernietigen. Die 10 waren er niet. Ik durf niet het exacte aantal te noemen. We weten dat er maar uiteindelijk 3 zijn uitgevlucht. Dus als de aarde intact blijft, is dat aan de gelovigen te danken. Jezus zegt in de Wens der Eeuwen, bladzijde 365, en dat is een interessante opmerking. In de buittempeldienst werd aan ieder offerande zout toegevoegd. Alleen maar die zin even laten zakken. En er werden heel wat offers gebracht. Het was dus niet alleen dat die offers, dat de dieren gedood werden, maar aan die offers werd zout toegevoegd. Dit betekende, evenals het offeren van wierook, dat alleen de gerechtigheid van Jezus Christus de dienst aanvaardbaar kon maken voor God. Hij doelde op het gebruik, zei Jezus, ieder offerande zal met zout gezouten worden, wat hij zegt in Markus 9, vers 49. Dus het is kracht van boven in onszelf. Dus de gerechtigheid van Jezus wenst hij in ons. En we weten door de studie van zuster Paulus en zuster Diana dat klimmen kan door de Heilige Geest. Ik had u net over de helende kracht van zout. Hè? De zouttherapie is, ik ben geen arts, maar ik heb erover gelezen. Effectief gebleken bij behandeling van patiënten, ook met ademhalings- en obstructieve luchtwegaandoeningen. Ik weet bijvoorbeeld van Angelica, als die dassende bijholtes heeft, dan heeft ze een rino. Dat is een soort neukdingetje waar je water in doet, maar niet gewoon water, maar zoutwater. En als je dat dan opsnuift, dan loopt het door je neusholtes toe en dan maak je je holtes schoon. Zo eenvoudig kan je zout water gebruiken. Nou, huidziekte heb ik al genoemd. Dus dat is het interessante, de kracht van zout, wat het al doet. En wij worden het zoute aarde genoemd. Wat is nou het verschil van dan het zout en het niet zout op deze aarde? We kunnen het lezen in 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Daar zegt de apostel Johannes, heb de wereld niet lief. Noch de dingen die in de wereld zijn. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem of in haar. Want al wat de wereld is, is begeerte des vleeses, de begeerte van de ogen en de hoogmoed des levens. Die is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dat is het grote verschil tussen het zout der aarde en de aarde zelf. En de begeerte is natuurlijk een lastig iets, want we weten dat de begeerte van het oog is de zonde in deze wereld gekomen. Eva zag de vrucht aan en zag dat hij er lekker uitzag. Toen wilden ze hem hebben. En dat is dezelfde strijd die wij in ons leven hebben. Er is genoeg moois te zien. Wat je graag zou willen hebben. En iedereen heeft daar andere verlangens in. De een wil een mooi huis, de ander wil lekker eten, de ander wil een mooie auto, de ander wil een mooi pak of een mooie jurk. Iedereen heeft daar zijn eigen ding in. Maar het gaat erom, vinden we dat belangrijk of niet? De andere functie waar ik het over heb, is dat de zout dingen kan bewaren. Als conserveringsmiddel. Nou, nu ziet u hier een foto van een Katwijkse bomschuit. Zo heet zo'n bomschuit. Die ligt er ieder jaar, wordt die er neergezet. Dan kun je kijken, daar gingen de vissers mee de zee op. Want Katwijk ligt wel aan zee, maar heeft geen haven. Dus je moet met een platte bodem, strand over, de zee in. Zo ging dat. Wat werd er nou allemaal gebruikt? Nou, boontjes heb ik al genoemd. Wij eten ze echt nog steeds. Ook Angelica komt uit Katwijk, dus dat betekent dat je zoute bonen kan kopen. Paula is er tegenwoordig ook gek op. Zoute bonen. Maar ze werden gebruikt voor augurken, voor kool. Zuurkool is een mooi fenomeen, wordt bewaard door zout. En waar heb ik het hier nou over? Omdat als je dat aan die oude bewaarfunctie kijkt. Ik weet dat mijn schoonvader, broeder Willem van der Plassen, echt wel zegt. Joh, koelkasten hadden we echt niet op zo'n schip. Dat is ook logisch. Dus we moesten het anders eten. Pekelvlees, pekelgroenten. Maar als je nou erover nadenkt, over die bewaarfunctie.
dan betekent het welke bewaarfunctie hebben wij nou gewoon als zoute aarde op deze aarde? Dat is een andere manier van kijken. Wij zijn geroepen om te bewaren als een soort rentmeester. Geroepen om te bewaren wat God hier op aarde heeft gevestigd. In deze wereld roept God ons op om te bewaren en te beschermen. Het gaat om materiële dingen ook. Hij geeft ons misschien akkers, bloemen, dieren, planten, huizen, andere zaken. Maar altijd met de kwalificatie geeft God je dat, dat het geen schade mag berokkenen aan anderen door ons leven. Altijd met de herinnering dat we in gemeenschap leven en dat onze daden de wereld om ons heen beïnvloeden. En God verwacht hij dat we daar bewaren. Hij roept ons om te behouden. Ik roep u niet op om te protesteren voor het milieu. Ik roep u wel op om wat we krijgen, om daar zorg voor te dragen. Dat kunnen we niet uit eigen kracht, om al die dingen te doen. Zeker niet in deze moeilijke wereld. In deze lastige wereld die soms echt vijandig is. Het is niet altijd een leuke wereld. De koning David heeft het aan de lijve ervaren en schreef dus Psalm 121 op. Ik heb dus vers 1 weggelaten, want het gaat over dat de hulp van de bergen komt. Van 2 tot 8. Hij zegt, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. De bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. En de zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal u uitgaan en u ingaan bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Dus de Heer is onze bewaarder. En hij draagt dat over die functie aan zijn gemeente. Aan u als individu. Om ook uw omgeving te bewaren. Nou is het met woorden en daden anders dat mensen dat omdraaien. Wie daar een meester in is, in het omdraaien van betekenissen en woorden, is de duivel. Die draait Gods woord om. Wat goed is, maakt hij slecht en wat slecht is, maakt hij goed. Kijk maar naar de problemen die we vandaag de dag in de maatschappij zien. Ik wil er toch een paar gewoon benoemen, zonder daar een oordeel over de mensen over te hebben. Maar wat denkt u van het homohuwelijk, pedofilie in georganiseerde religieuze organisaties, abortus op verzoek. En ik moest van de week wel, was ik weer verbaasd over dat president Biden bij zijn State of the Union de belofte deed dat als hij president was, dat vrije abortus in de alle staten van Amerika zou komen. Toen dacht ik, wat een verkiezingsbelofte. Kijk, het gaat mij niet over de discussie goed of fout. Als mensen geen kinderen willen, is dat hun keus, toch? Maar door te beweren dat het jouw lichaam is, is het een hele lastige. We lopen het risico dan te kijken wie de eigenaar is van onszelf. Laten we de tekst maar lezen van wie dat lichaam nou is wat we hebben. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Weet u niet, zegt Paulus, dat uw lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, die in u is, die u van God ontvangen hebt. Jullie zijn niet van jezelf. Jullie zijn gekocht voor een prijs. Eer daarom God met uw lichaam. Het is een mooie tekst als mensen zeggen, ik mag toch weten wat ik met mezelf doe. Ik doe niemand kwaad en bepaal ik toch voor mezelf. Ook dat is helaas niet aan ons. Dus we hebben een cadeau gekregen van God. Dat is dit lichaam. En hij zegt, ik verwacht dat je op mijn cadeau past. Dat je je beste voor doet. Een rare overgang, maar ik wil het hebben over besmetting. Omdat zout namelijk tegen besmetting kan werken. Deze hele wereld is vol geestelijke bacteriën, ideeën. En dat wordt in ieder geval kwaad door erger. Schimmels. De andere woorden, corruptie zou je kunnen zeggen. Nou is Nederland niet het land van de maximale corruptie. Maar op de corruptiebarometer staan we niet van de Verenigde Naties bovenaan, onderaan. Ook niet boven, we hangen toch ergens op plek 13 geloof ik. En in dat land leven wij waar we het zout van de aarde mogen zijn. De apostel Petrus zegt er het volgende over. U bent wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Door het woord van God dat leeft en blijft tot in eeuwigheid. Als je dat nou even op je in laat werken, dan zegt hij, als wij door de Heilige Geest vervuld zijn, dan hebben we eeuwig zaad. Dan zijn we dus vruchtbaar tot in de eeuwigheid.
Dat wil niet zeggen dat je zo oud wordt. Je hoeft geen miljard jaar te worden. Niet in de huidige zondige lichaam, dat lukt echt niet hoor. Maar we hebben wel het middel gekregen om op die manier ook voor anderen een cadeau te geven. Wat mag groeien tot de eeuwigheid. U kent de verandering wel als je je daadwerkelijk bekeert, dat je andere dingen gaat doen. Als je in de gemeente geboren bent zoals ik, gaat dat soms heel langzaam. Als je buiten de gemeente komt in de gemeente, gaat dat wat plotseler, wat abrupter. Maar het is een verandering. Je wordt een nieuw mens, een nieuw wezen. Met andere woorden, je bent opnieuw geboren door het woord van God. Als het zoute aarde zijn we opnieuw geboren en geestelijk gemaakt. We zijn gloednieuw. Misschien niet aan de buitenkant. Want daar worden we vanzelf ouder in. Maar we zijn wel gloednieuw qua hart. We hebben een nieuw hart gekregen, een vleeshart. Dus dat betekent dat weg moet zijn, grofheid in taal, egoïsme, hypocriet zijn, snobisme, arrogant zijn, bedrieglijk, boos, hoogmoedig, bitter, haatdragend en verwaarloosd. Allemaal dingen die eruit gaan. Het zout zorgt ervoor dat het eruit gedreven wordt, zoals het water naar buiten drijft. We zijn door God geroepen om te bewaren, om de wereld voor verderf te behoeden. En dan White schrijft in het boekje Karaktervorming daar een paar mooie dingen over. Daar waar slechts één hoop voor de mensheid, dat in die massa van tegenstrijdige en verderfelijke elementen een nieuw zierdeusem zou gebracht worden, dat de mensen de kracht tot een nieuw leven zou ontvangen, dat de kennis van God aan de wereld teruggegeven zou worden. Zuurdeesem in dit geval kunt u ook lezen als zout. Dezelfde parallel als zout en zuurdeesem die met elkaar te pas horen. Als we het over nieuw hebben, kan je het ook over vernieuwend hebben. Nieuwe kwaliteit, nieuwe substantie, geen smakeloos voedsel met zout, een beetje. Te veel zout maakt het heel erg. Dus moet u voorstellen, we zitten met een half gevulde kerk hier bij elkaar. Nog niet eens misschien, er zijn een paar weg al. Welke betekenis zou dat dan kunnen hebben? Ik sprak een tijd geleden met iemand van de Adventkerk over. Zegt, ja, hoe kan je nou vanuit de reformatie met zo weinig mensen betekenis hebben in deze wereld? Mijn enige antwoord was, die mensen hebben die kracht niet, maar God wel. Het waren maar 8 mensen die in de toenmalige wereld gered werden bij Noach. En die hebben het evangelie gebracht. Dus kracht, vernieuwend zijn, is op een hele andere manier. Dus ware gelovigen zouten de mensen van de wereld met Gods woord. En moedigen iedereen aan. Aan om ook dat geloof te doen. Zoals de psalmist dat ik deed in psalm 34 vers 8. Te proeven en te zien dat de Heere goed is. Vertel het aan andere mensen waarom het fijn is om als je gebeden hebt, voor je gaat slapen, dat je dan lekker kan slapen. Vertel aan andere mensen hoe fijn het is als je wakker wordt, dat je de Heere mag danken en bidden voor een gezegende dag en dat je gerust die dag ingaat. Dan wil ik niet zeggen dat we niet af en toe nerveus zijn. We hebben ook spanning. We zijn ook maar mensen. Maar generiek genomen, door de band genomen, is dat anders. Dat je mee mag doen aan andere dingen. Dat we gidsen mogen zijn op die manier. Ik had u een paar dingen gezegd. Zout wordt houdbaar gemaakt en zorgt dat ook bitterheid weggaat. Bitter is een heel lastige smaak. Voor degene die graag koken, is dat een hele moeilijke om mee overweg te gaan. Want als je iets te bitter maakt, dan vindt iedereen het niet lekker. Zout helpt daar ook tegen. Ook een van die dingen. Maar ook bitterheid in het leven kan je hebben. Mensen kunnen verbitterd zijn. Dan moet je vaak toch wat ouder worden en dat is allemaal niet gelukt. En dan zie je het ook aan het gezicht. Het gaat ook wel een beetje bitter staan dan. En dat is zo jammer, want het leven is te mooi ervoor om bitter te zijn. Dus als je dan ooit daar met iemand over spreekt, hè, een medegelovige, ik noem hem maar iemand medezouter. Want ik hoop dat zoute aarde zijn, iemand die ook medezout is. Dat bitterheid pijn doet, maar het meeste bij jezelf. Dat als je zegt, ja, ik heb heel erg, weet je wat ze mij aangedaan hebben? Wat zij mij aangedaan hebben allemaal, de hele maatschappij misschien wel. Dat je daar heel erg verbitterd van wordt. De enige oplossing is om juist die bitterheid bij de Heere te brengen. Hoe zou je dat kunnen doen? Door namelijk voor God dingen te gaan doen. Het beste methode tegen verbitterheid is werk voor de Heere te doen. Wat was onze opdracht ook alweer? In Matteüs 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen.
U zult merken namelijk als u aan het werk gaat voor God, op wat voor manier ook. U kunt zendingswerk doen langs de deur. U kunt praten met mensen over het geloof, folders uitdelen. Maakt niet uit wat u doet. U zult merken dat bitterheid verdwijnt. Je kan namelijk niet verbitterd over Jezus' liefde spreken. Dat lukt echt niet. En de White schrijft over de zuiverheid van goud nog iets moois. In Profeten en Koningen, bladzijde 144. Als God zijn kinderen vergelijkt met zout, dan wil hij hen onderwijzen dat het zijn bedoeling is hen te maken tot voorwerpen van zijn genade. Zodat zij de werktuigen kunnen worden in het redden van anderen. Er zijn miljarden engelen. Miljarden engelen zouden ingezet kunnen worden voor het zendingswerk. Maar God kiest er niet voor. God kiest voor het kleine groepje mensen. Omdat mensen mensen moeten bekeren. Ja, niet bekeren, maar de boodschap moeten brengen. Bekering doet de Heilige Geest. Dus we kunnen wel een beroep doen op de goddelijke krachten. Maar bij mensen worden gevraagd om het aan andere mensen te vertellen. En niks is mooier om anderen te redden die in de put zitten. Het gaat niet over alle volken in termen van alle creaturen. Die kunnen we niet bereiken uit onszelf. Maar God heeft ons middelen gegeven tegenwoordig dat het een stuk makkelijker gaat. De aarde is een stuk kleiner geworden. Je kan deze livestream op YouTube kan je zien in Nederland, Suriname, Curaçao, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië. Allemaal op hetzelfde moment. Dus ja, er is geen excuus om te zeggen dat al die volken niet de waarheid kunnen horen. Maar je kan vooral bij je buren beginnen. Bij je buurman, je buurvrouw of op je collega. Jezus geeft de boodschap, en een ander deel zegt hij, ga naar verspreid het woord en ga naar de heggen en de wegen. Toen dacht ik, ja, heggen en wegen, daar hebben we niet zoveel meer van. We hebben wel snelwegen tegenwoordig. Nou, ga dan op de steden. Of op de heggen is het platteland, mag je ook heen gaan. We lezen een tekst van de apostel Paulus in Hebreeën 2, vers 3. En die zegt dan het volgende. Hoe zullen wij dan ontvluchten als we zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Eigenlijk zegt Paulus, ik kan er niet aan ontsnappen, dus ik moet het wel doen. En zo geldt dat voor u en mij ook. Als u de waarheid kent, dan ga je hem wel delen. En de ene is dan wat beter in dan de ander. Maar we hadden het in het begin al over. Zout is niet hetgeen hoe je het zegt, maar wat je doet. Je karakter en je gedrag. Dus de mensen hebben misschien nooit de Bijbel gelezen, maar ze hebben misschien wel jouw leven gezien. Hoe jij met corruptie omgaat. Hoe jij met onderdrukking omgaat. Met oneerlijke behandeling omgaat. Als mensen tegen jou schelden. Hoe je dat doet. En als ze dat zien, hebben ze het beste getuigenis wat ze hebben. Ik ga een stuk samenvatten. En een afronding. In 4 punten heb ik het samengevat. U kunt ze meelezen en ik vertel ze anders nog een beetje. Wij zijn het zout der aarde. Anders zat u niet op zaterdagmiddag. Maar het gevaar bestaat ook dat wij nutteloos en destructief worden. Zout verliest zijn smaak niet, maar de onzuiverheden kunnen er wel bij komen. Bij zout is dat vuil en zand. Vraag een chemicus maar wat het dan waard is als het vervuild is. En dan zegt hij, zijn werking is weg, het is oud geworden, je kan er niks meer mee. Dan heb je er niks aan. Christenen geldt het voor als die zich blijven vermengen met de wereld, met dingen van de wereld, dan worden ze nutteloos. Als christen, dan ben je besmet. Dan ruïneer je zeg maar het getuigenis met zaken als immoraliteit, liefde voor geld, godslastering, drugs, alcohol en andere gevaarlijke dingen. Dus als je niet vermengt, dan blijf je zuiver. Zelfs als je zuiver zoutheid verliest, dan kan je toch weer zout gemaakt worden. Je kan gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. Dat heet bekering. Ook al ben je misschien 30 jaar geleden gedoopt. Of 20 jaar geleden, of 10 jaar geleden. Dat wil niet zeggen dat je opnieuw moet bekeren. Tuurlijk wel. Als we afgedwaald zijn, dan moeten we opnieuw ons gaan bekeren. Echt berouw is het antwoord op deze vraag. Reinheid, waarheid en goedheid zijn de kernwoorden geweest voor het zout der aarde. En zullen het altijd blijven.
Ik vind het een eer eigenlijk dat Jezus ons het zout der aarde noemt. Dat is een hele andere titel dan ridder of graaf. Dus als mensen zeggen, wat vind je dan weer trots? Ik ben zout. Het is de titel die Jezus ons geeft. Dus draag hem dan ook met eer. Ik sluit af met een tekst uit 1 Timotheüs 3, vers 9. En Paulus zegt, ik vraag je daarbij aan Timotheus om het geheimenis van het geloof vast te houden in een zuiver geweten. Dat is mijn wensengebed ook. Amen.